Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Kijken naar Mbappé. Goede beweging Mbappé. En een goede voorzet. Di Maria legt hem erover. Eerste grote kans in de wedstrijd. En Angel Di Maria kon hem niet laag houden. Een eerste werkstukje van Kylian Mbappé. Aan de overkant Mbappé nu. En de redding van Courtois. Ja, het leek alsof hij moeilijk bij die bal kon. En toch ontdoet hij zich van Carvajal. Kroos met de corner. En Casemiro. Dat kan hij wel. Paredes, Verratti. Di Maria, Messi openen voor Hakimi. Kan die zijn man voorbij? Messi, ah, geen kans om te trappen. Misschien wel voor Paredes, ook niet. Kijk eens hoeveel volk daar staat van Real. Dit is een goede combinatie. Mbappé! En een geweldige parade van Thibaut Courtois. Daar was Kylian Mbappé. En echt goed gedaan voor Courtois. Ja. Laag tegen de grond. Ik kan rustig stellen dat dat een van de moeilijkste zijn. Zo plat gaan. Kroos tikt hem nog. Tot bij Vinicius. Een schot van afstand van Kroos. Maar Donnarumma laat hem vliegen. Maar het is eigenlijk de eerste doelpoging. Wees het dan geen gevaarlijke van Real in deze wedstrijd. Alaba komt jagen. Messi en Mbappé met Carvajal. Kylian Mbappé de versnelling. En de penalty. Jazeker. Heel erg onhandig van Carvajal. Er is zomaar ingetrapt. En de bal op de stip. Ja, dat je daarvoor zo oud moet geworden. Ja, en waar ging hij naartoe gaan, Peter? Zo kort bij die achterlijn. Kijk eens, al aan de kleine rechthoek. En hier komt de Messi. En Courtois pakt de bal van Messi. Uitstekende parade van Thibaut Courtois. Neymar viert zijn rentree. Een dik kwartier nog. Voorlopig geen doelpunten tussen Paris Saint-Germain en Real. Met dank aan Thibaut Courtois. Nu de vrije trap. Messi neemt hem en krult hem er aan de lichaamshouding van Courtois te zien. Redelijk ver naast. Ja, was er heel gerust in. Meter of 3-4 misschien wel. Messi wil versnellen. Neymar met Messi. Daar de voorzet. En Mbappé kwam een schoenmaat of 3-4 tekort. Neymar. Verratti komt bij Messi. Ja, kan niet meteen trappen. Mbappé plaatsen voorlangs. Gaat hij nu. Scherpe hoek. Laatste minuut. Toegevoegde tijd. Gaat in. Bij 0 tegen 0. Neymar zet nog eens aan. Die zou over een week of drie ook weer scherper en fitter moeten zijn dan vandaag. Mbappé, die is dat. Scherp en fit. Oh, prachtige beweging. En de goal. Formidabel.
Formidabel! Daarom is hij misschien wel de allerbeste van de wereld op dit moment. Toch 1-0. Wat zei ik in de toegevoegde tijd? Hij deed het tegen Ren. En hij doet het nu in een wedstrijd die zoveel malen belangrijker is. Geweldig gedaan. Geweldig gedaan. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.